Hallo lieve mensen, ik ben weer terug. Zoals velen van jullie zit ik ook thuis en moeten we er het beste van maken en een beetje op elkaar letten en elkaar helpen in deze tijden. Dus ik dacht, ik ga weer een nieuwe yoga video maken. En vandaag gaan we zonnegroet A doen en zonnegroet B doen. En ik ga jullie volledig uitleggen hoe je die goed moet uitvoeren. En nadat ik dat volledig heb uitgelegd, zullen we 5 zonnegroeten A doen en 3 zonnegroeten B. En waarom zijn die zonnegroeten nou zo goed? Ten eerste, je warmt het hele lichaam op. Je spreekt eigenlijk alle spieren in het lichaam aan door middel van die zonnegroet. En daarnaast stretch je ook heel veel. Dus dat is super goed als je veel thuis moet zitten door deze tijden. Dus laten we met z'n allen gezond blijven en lekker yoga doen. Dus kijk vooral mee. Ik ga hem voor jullie uitleggen. Pak je matje erbij. Je komt vooraan je mat staan met de grote tenen bij elkaar. Je hielen zijn ook richting elkaar. Armen zijn langs het lichaam. Je trekt je navel in en op richting de wervelkolom. Staartbeen kantel je iets naar beneden. Schouders rooien naar achter. Zijn laag. Kruintje van je hoofd draait richting het plafond. Je lift de binnenkanten van je voeten, zodat ook de benen geactiveerd zijn. En dan gaan we beginnen met zonnegroet A. Deze houding heet Samastiti. Hier komen we steeds naartoe terug. Dus zonnegroet A. Op de inademing breng je armen omhoog. Je brengt je handen bij elkaar en je kijkt mee omhoog. Schouders zijn laag. Op de uitademing buig je voorover. En je kan eventueel hier je knieën ietsjes buigen. Dat is je optie. Je zult een flinke stretch voelen aan de achterkant van je benen. Dan op de inademing maak je een lange rug. Je kijkt naar voren, dus je nek is ook verlengd. En je kan eventueel de handen op de schenen plaatsen. En anders eventueel vingertoppen aan de grond. Dan vanaf hier stap je naar achter. Zet je vingers goed in de mat, spreid ze. En dan kom je op de tenen. Je navel trek je weer in en op, dus je gebruikt goed die buikspieren. En dan vanaf hier buig je de ellebogen langs het lichaam. Deze heet Chaturanga. Dan vanaf hier op de inademing duw jezelf omhoog. En leg je voeten plat op de mat. En dan zijn eigenlijk je benen ook van de grond gelift. En je schouders zijn laag weg bij de oren vandaan. Ook weer hier hou je je core actief. Is dit nou te zwaar, dan heb ik een optie voor je. Dus nogmaals, goed die vingers spreiden in de mat. Dan breng je de knieën naar de grond. Ook weer hier buig je de ellebogen langs het lichaam. Dus je plakt ze echt langs het lichaam. En dan vanaf hier kom je liggen. En dan duw je jezelf op naar een cobra. Ook weer hier schouders zijn laag. Dan krul je de tenen weer in de mat. Je duwt je heupen omhoog. En komt naar je eerste downward facing dog. Je voeten staan dan op heupbreedte. Je staartbeen richt je richting het plafond. Je maakt lengte in de rug. Vingers zijn nogmaals goed gespreid in de mat. Schouders weg bij de oren vandaan. En je hielen gaan richting de mat. Merk je nou op dat je rug een beetje krom gaat worden, dan kan je altijd de knieën ietsjes buigen, zodat je meer lengte kunt maken in je rug. Dus kies daar vooral voor. En je handen staan op schouderbreedte, misschien ietsjes breder. En je kijkt door je benen heen naar achter. Dan vanaf hier stap je naar voren, weer naar je handen toe, met je voeten bij elkaar. Je komt weer naar een rechte rug, eventueel je handen weer op de schenen. En dan op de uitademing buig je weer voorover. Dan op de inademing cirkel je de armen omhoog, breng je de handen bij elkaar, schouders laag. En op de uitademing komen de handen weer terug voor het hart. Dus dit was je zonnegroet A. En dan gaan we nu door naar zonnegroet B. Die ga ik ook weer op deze manier stap voor stap uitleggen. Dus let goed op. Hierna gaan we hem in een hoog tempo doen. Dus echt op die ademhaling. Je brengt weer de voeten bij elkaar. En dan vanaf hier buig je de knieën. Je brengt je armen omhoog. Komen naar chair pose, Uttanasana. Je handen plaats je weer bij elkaar. Mocht het niet goed voelen, eventueel de handen los. Kantel je bekken weer wat naar achter. Trek de navel in en op. Kijk mee omhoog. En dan op de uitademing buig je voorover. Adem je in, maak je een lange rug. Weer eventueel die handen plaats je op de schenen.
En dan op de uitademing stap of spring je naar achter. Nogmaals, goed die vingers spreiden. Kies je optie door eventueel de knieën aan de mat te brengen. Ellebogen weer langs het lichaam te buigen. Adem je in, duw je op naar cobra of naar je upward facing dog. En dan op de uitademing duw je weer de heup omhoog naar een downward facing dog. Dan vanaf hier stap je rechtervoet tussen je handen. En gebruik daarbij goed je buikspieren. Dan zet je je linkervoet dwars op de mat. En je armen neem je op de inademing mee omhoog. Breng dan de handen bij elkaar. Dit is je warrior 1. Je heupen wijzen naar voren. Voorste knie is goed gebogen in de hoek van 90 graden. En je achterste been verleng je. Is het nou lastig om die heupen naar voren te plaatsen, kan je eventueel je rechtervoet wat meer naar de buitenkant zetten, zodat je merkt dat je die heupen meer naar voren kunt kantelen. Je rug is nogmaals lang, schouders zijn laag, armen omhoog. Handen bij elkaar of eventueel los als het niet goed voelt voor de schouders. En vanaf hier op de uitademing kom je weer terug naar de grond. Plaats je de handen in de mat en je stapt je rechterbeen weer naar achter. Kom naar je hoge plank. En dan ga je door naar je chaturanga of je lage plank. Ellebogen weer langs het lichaam. Doe jezelf op naar upward facing dog. En op de uitademing weer door naar je downward facing dog. En vanaf hier gaat de andere kant. Dus linkervoet stappen naar voren. Gebruik er goed je core. Draai achterste hiel in de mat. Heupen weer naar voren. Armen komen omhoog. Schouders laag. En dan vanaf hier op de uitademing breng je weer de armen naar de grond. Achterste hiel draai uit de mat. Je stapt je linkervoet bij. Kom naar je hoge plank. Opties, knie aan de grond. Adem je uit, lage plank. In duw je op naar een upward facing dog. Open je borst naar voren. Kijk ietsjes omhoog. En dan op de uitademing duw je weer die heupen naar achter. Naar je downward facing dog. Nou, dan blijven we hier weer voor 5 ademhalingen. Die gaan we nu even skippen, want ik heb de uitleg gedaan. En dan stap je weer naar voren. Met de voeten bij elkaar maak je een lange rug. En op de uitademing buig je voorover. Dan komen we weer terug naar de chair pose. Je voeten zijn bij elkaar, je buigt de knieën. En brengt de arm omhoog. Kantelt je bekken naar beneden. Je staartbeen naar beneden, schouders laag. En dan vanaf hier plaats je weer de handen voor je hart. Oké, dan hebben we zojuist zonnegroet A en zonnegroet B uitgelegd. Dan is het nu tijd om deze op de ademhaling te doen. Want het heet eigenlijk een vinyasa. En een vinyasa betekent een beweging met een ademhaling. Kijk, Onyx komt ook even kijken. Altijd fijn zo'n kat. En die gaan we dus nu doen. Je zal flink wat warm gaan voelen. Je gaat misschien wel zweten, want het is best wel pittig. We gaan beginnen. We doen dus 5 zonnegroeten A en 3 zonnegroeten B. Dus kom weer voor aan je mat staan, voeten bij elkaar. Adem je in, breng je de armen omhoog. Op de uitademing buig je voorover. Adem je in, maak je een lange rug. Dus eventueel je handen op de schenen. En op de uitademing stap je naar achter, kom je naar je hoge plank, lage plank, opties knieën aan de grond. Inademing naar upward facing dog en uitademing naar downward facing dog. En dan blijf je hier staan voor 5 ademhalen. 1. 2. Spreid goed de vingers in de mat. Maak je rug mooi lang, duw je staartbeen omhoog. We zijn bij 3. Hier richting grond, eventueel de knieën opbuigen. 4. En 5. Adem je in, stap of spring je naar de voorkant van je mat. Maak je een lange rug. En op de uitademing buig je voorover. Adem je in, cirkel de arm omhoog, breng je de handen bij elkaar. En op de uitademing breng je handen terug voor je hart in Samasthiti. Nummer 2. Adem in, breng de arm omhoog, handen bij elkaar. Adem uit, buig voorover. Deze heet Uttanasana. Adem in, rechte rug, Ardha Uttanasana. En adem uit, stap of spring naar achter, Chaturanga Dandasana. Adem in, naar Urdhva Mukha Svanasana in het Sanskriet.
en uit naar Adho Mukha Svanasana. Blijf hier weer voor 5 ademhalingen, hey Onyx. 1. Kijk of je in en uit kunt ademen door je neus. 2. 3. 4. Blijf lengte maken. En 5. Kijk je weer naar voren, buig je de knieën, adem je in, stapel spring je naar voren, maak je een lange rug. En op de uitademing buig je voorover. Adem je in, cirkel je de arm omhoog, breng de handen bij elkaar, kijk mee omhoog, schouders laag. En uit terug naar Samasthiti. Zijn we bij nummer 3. Adem in, breng de arm omhoog, oortje. En adem uit, buig voorover. Adem je in, maak je lange rug. En adem uit. Stap of spring naar achter. Direct met je ellebogen gebogen. Adem in, duw op naar upward facing dog of je cobra. En uit naar downward facing dog. Blijf je hier weer staan voor 5. 1. Blijf goed doorademen. Steeds kom je terug naar die ademhaling. 2. 3. Trek de navel in en op. 4. Lengte in de rug. En 5. Kijk je weer naar voren, buig je de knieën, adem je in. Stapel spring je, maak je lange rug. En adem uit, buig voorover. Adem in, cirkel de arm omhoog. Urdhvastasana. En uit terug naar Samasthiti. We doen nog 2 zonnegroeten A. Adem in, breng de arm omhoog. Adem uit, buig voorover, Uttanasana. Adem je in, maak je lang rug. En adem uit, stapel spring naar achter naar je hoge plank. Lage plank, Chaturanga. In naar upward facing dog, open je borst. En uit naar downward facing dog. We're hier voor 5 ademhalingen. 1. Maak je ademhaling lang en diep in en uit door je neus. 2. Goed weer die vingers blijven spreiden in de mat. Doe ook je knokkels in de mat, duim in de mat om de pols te beschermen. We zijn alweer bij 4. En 5. En adem je in, stapel spring je weer naar je hand toe. Maak je lange rug. En adem uit, buig voorover. Adem in, cirkel de arm omhoog, breng je handen bij elkaar. En uit, breng de handen terug voor je hart. Zijn we bij de laatste zonnegroet A. Adem in, breng je arm omhoog. En adem uit, buig voorover. Adem in, maak lengte in je rug. En adem uit, stap of spring naar achter. Meteen naar je chaturanga. In naar je upward facing, schouderslaag. Lift die benen van de grond. Uit naar downward facing. Hier voor 5. 1. En mocht het te zwaar worden, je kan altijd naar child's pose. 2. 3. Waar is die ademhaling? 4. En 5. Adem je in. Stapel spring je naar de voorkant van je mat. Maak een lange rug. En uit, buig weer voorover, Uttanasana. Adem je in, cirkel de arm omhoog, handen bij elkaar. Uit, handen terug voor het hart. Hey, oh niks. We gaan naar zonnegroep B. Je voeten zijn nog steeds bij elkaar. Adem in, buig tegen je knieën en breng je arm omhoog, handen bij elkaar. Adem uit, buig voorover. Adem je in, maak je lange rug. En adem uit. Stap of spring niet op je kant, naar achter. Buig weer je ellebogen langs het lichaam. Adem in, duw op naar je upward facing dog. Schouders laag, borst naar voren. En uit naar je downward facing dog. Stap dan je rechtervoet tussen je handen. Links komt dwars op de mat, heupen naar voren. Breng de arm omhoog, handen bij elkaar. En adem uit, kom weer terug naar de grond, naar je chaturanga. Adem in naar je upward facing dog.
En uit naar je downward facing dog. Stap je linkervoet tussen je handen. Rechts dwars op de mat. Adem in, arm omhoog, handen bij elkaar. En uit weer terug naar de grond. Hoge plank, lage plank. Eventueel de knieën. Inademing naar upward facing. Uit naar downward facing. Blijf hier voor 5 ademhalingen. Eventueel child's pose. 1. 2. Maak een lengte in je rug. 3. Blijf luisteren naar je ademhaling. 4. Schouders liggen bij de ogen vandaan. En 5. Adem je in. Stap of spring je weer naar de voorkant van je mat. Met de voeten bij elkaar. Maak een lange rug. En adem uit. Buik voorover. Adem je in. Buig je weer de knieën. Breng de armen omhoog. En uit. Terug naar Samasthiti. Voorkant van je mat. Nummer 2. Adem in. Buig de knieën. Armen omhoog. En adem uit. Buig voorover. Adem je in. Maak je een lange rug. En adem uit. Stapelspring naar achter. Goed die vingers spreiden. Chaturanga. In naar je upward facing. En uit naar je downward facing. Stap je rechtervoet tussen je handen links dwars op de mat. Adem in, breng de arm omhoog, handen bij elkaar. En uit, terug naar de grond. Chaturanga. In naar upward facing. Uit naar downward facing. Stap je linkervoet tussen je handen rechts dwars op de mat. Adem in, breng de arm omhoog. Warrior 1, Virabhadrasana. En uit, terug naar de grond. Chaturanga, hoge plank, lage plank. In naar upward facing. Uit naar downward facing. Weer hier voor 5 ademhalingen. Let goed op dat je die vingers blijft spreiden in de mat. Anders krijg je last van je polsen. 2. Hou de ademhaling lang en diep. 3. Lengte in de rug. 4. En 5. Adem in. Stap of spring naar de voorkant van je mat. Maak een lange rug. En uit. Buig voorover. Adem je in. Buig je de knieën. Arm omhoog. Voeten zijn bij elkaar. En uit. Terug naar Samasthiti. Onze laatste. Adem in. Buig de knieën. Arm omhoog. En uit. Buig voorover. In. Maak een lange rug. En uit, stappelspring naar achter, hoge plank, lage plank, chaturanga. In naar upward facing, schouders laag. Uit naar downward facing. En rechtervoet tussen de handen, links dwars op de mat. Ademing, arm omhoog, handen bij elkaar, Virabhadrasana. En uit, terug naar de grond, chaturanga. In naar je upward facing. Blijf ook lachen. Uit naar je downward facing. Linkervoet tussen je handen, rechts dwars op de mat. Adem in, breng de arm omhoog, handen bij elkaar, schouders laag. Uit, terug naar Chaturanga. In naar upward facing. En uit naar downward facing. Hier je laatste 5 ademhalingen. 1. Kijk door je benen naar achter, laat het hoofd zakken. 2. En uit, terug naar Samasthiti met de handen voor het hart. Oké, we hebben zojuist de zonnegroet gedaan. Ik ben warm, ik hoop jullie ook. Blijf ze vooral elke dag doen. Het gaat je helpen. Brengt rust in het hoofd, warmte in het lichaam, flexibiliteit. Ook spierkracht. Dus allemaal supergoed. Wil je meer video's? Laat het me weten. Dan kan ik ze zeker gaan maken. En laat ook een reactie hieronder of like de video. Abonneer je op mijn kanaal en hopelijk tot heel erg snel. Doeg doeg en veel succes!